We gaan het over iets anders hebben, want de komende zondag is het precies 10 jaar geleden dat FC Utrecht een zwaarste verlies leed in de clubhistorie. De sympathieke Franse verdediger David Di Tommaso overleed op 26-jarige leeftijd. De hele week zal FC Utrecht in het teken staan van die gebeurtenis. Het is dus inmiddels alweer 10 jaar geleden en zondag zal de wedstrijd tegen Heracles Almelo in het teken staan van David. Dan zullen veel spelers uit die tijd aanwezig zijn en bij dat duel komen kijken. Het Utrecht maakte een documentaire die morgen voor het eerst te zien is bij de vrienden van Fox. David Di Tommaso achter het leer. Vrij trap van de Fransman en hij valt binnen. Prachtig doelpunt van David Di Tommaso. 1-0 FC Utrecht. Het was een winnaar. Bij hem stond alles in het teken van winnen. Zelfs op trainingen, elk partijtje, elk duel, rondootje, het simpelste dingetjes wilde hij gewoon winnen. Ja, je merkte gelijk dat het een talentvolle voetballer was. Een voetballer die zeer gedreven was. Zowel in het veld, maar zeker ook buiten het veld geliefd. We wisten eigenlijk ook wel van, laten we maar genieten van de momenten die hij nog voor Utrecht speelt. Ik zie Joost Stello voor mijn deur staan. Ja, hij wist niet goed wat hij moest zeggen. En, ja, toen uiteindelijk kwam het eruit van ja, kellertje. David is er niet meer. Samen hebben we veel gewonnen en ook verloren. Maar dit is onze grootste nederlaag. Opeens is hij gewoon weg. En iedereen voelde gewoon de pijn. De pijn van een collega, maar ook een vriend verliezen. Hij is nog groter geworden dan dat hij op het moment al was. Het is een legende, denk ik, voor Utrecht. Het is alweer 10 jaar geleden, Gert. Ik vind het wel mooi, jouw zoon heeft bij Excelsior op dit moment het nummer 4. En dat doet wat. Ja, dat doet zeker wat. Ik zal het moment nooit vergeten, René, dat Rick bij mij in de auto stapte en bleek en zei ongelooflijk, David is dood. Volgende week dus heel veel aandacht voor dat gegeven en hoe Utrecht er verder mee om is gegaan. FC Utrecht tegen Heracles Almelo zal dus in het teken staan van het overlijden van David 10 jaar geleden alweer. Volgende week maandag zal zijn toenmalig coach Foukeboy hier aan tafel zitten om ook nog eens even terug te kijken naar die voor Utrecht supporters hele aparte tijd. En ook ik moet nog zeggen dat bij het zien van dat soort beelden ik nog elke keer een brok in mijn keel krijg.